de laatste dag van de pakkettenzeel. En we mogen terugkijken op een zeer succesvolle actie. Een actie die ons gaat dwingen om hiermee voort te gaan. Er hebben zich intussen al een aantal andere ondernemers aangediend om te proberen deze zaak verder te ondersteunen. Zodat wij ook verder de districten in kunnen gaan. Maar ik denk dat de eerstvolgende stop is de hometown van Mr. President Chen Santoki. Daar gaan we op Lelydorp doen met een mobile unit. En dat zal, als alles vlot verloopt, zullen we dat woensdag doen. We hebben niet zo snel kunnen reageren op de toeloop die is gekomen. Maar we gaan nu een buffer opbouwen, we gaan evalueren. Een buffer opbouwen en dan woensdag weer beginnen. Ja, ik ben districtsraadlid van Paramaribo, ja. En ik ben hier ook met een aantal districtsraadcollega's. We zijn allemaal hier. Er zijn ook RR-leden van de verschillende resorten die dus assisteren. Ik heb RR-leden van Munder, van Tamega. Ik heb RR-leden van Rainville, van Blauwgrond. Dus allemaal zijn er dus hier die hun bijdrage leveren om dit tot een vlot verloop te laten geschieden. En wat zit er allemaal in zo'n pakket? In een pakket hebben we de basisbehoeften. We hebben olie, we hebben uien, we hebben suiker, zout. We hebben aardappelen, we hebben gele erwten, we hebben jam, zuurkool, doperwten, tomatensardine, pindakaas, bokking is er ook bij. Dus dat is ongeveer de samenstelling van zo'n pakket, ja. Mm-hmm. 160, ja. De mensen vinden de prijs goed. Ik bedoel, als we kijken naar de prijs en het pakket dat we samenstellen is een derde deel van wat het in de winkel zou gekost zou hebben. Dan denk ik dat het wel een goede prijs is voor de producten die ze krijgen, ja. Maar hoe komt het dat jullie het voor die 14 items voor 160 SAB kunnen verkopen? Het gaat erom dat wij de kosten tussen de importeur en de consument kunnen drukken. Doordat wij in elk geval de transportkosten, de importeur zou naar verschillende locaties moeten transporteren. De transportkosten gaan eruit. De tussenhandelaar gaat eruit. En last but not least, de retailhandelaar die 20% moet maken, gaat eruit. Want dit is allemaal hier vrijwilligerswerk door VHP'ers gedaan. En als je die kosten kunt drukken, dan kun je zien dat je tot 40 tot 50% kunt besparen. Wat zegt u op die kritiek? Men zegt dat de overheid liever werkt aan het goedkoper maken in de winkel van dezezelfde artikelen. Kijk. Het goedkoper maken van in de winkel van diezelfde artikelen is natuurlijk een loffelijk streven. Maar je bent een kapotgeslagen economie komen aantreffen. Terwijl je bezig bent die economie te herstellen, zijn er mensen die niet mee kunnen. Want de maatregelen die we moeten nemen om die economie te herstellen, maakt dat mensen uit de boot vallen, buiten de boot vallen. Of moeilijk, ze kunnen surviven. Dit is voor iedereen. Iedereen heeft het gevoeld, iedereen heeft bijgedragen aan het herstelprogramma. Want de subsidies zijn geschrapt door de overheid. En iedereen heeft bijgedragen aan het herstelprogramma. Dus op een gegeven ogenblik heeft iedereen het recht om te komen, om te kopen. Omdat iedereen een setback heeft gehad. En de sociaal zwakkeren die worden nu al door de overheid ondersteund middels de programma's van sociale zaken. Zwakke huishoudens, AOV, kinderbijslag, mensen met een beperking. Die worden nu al ondersteund vanuit het sociaal vangnet. En de overigen dan hebben nu een kans om via deze actie ook een kleine ondersteuning te vinden. Een andere kritiek is dat er geen eenheid is als het komt op pakketten. Hulp in de coalitie, de een verkoopt, die andere geeft gratis. Kijk. Er zijn een aantal coalitiepartners die proberen het overheidsbeleid op hun manier te ondersteunen. En iedereen doet het vanuit zijn eigen politieke en partijfilosofie. En de partijfilosofie van de VHP is dat wij toch aan de mensen vragen om iets voor te doen en niet zomaar handje op te houden. En als je dit doet, we hebben nu ongeveer 15.000 pakketten gehaald. We hadden het gedacht aan 20.000, maar ik heb gezegd waarom het komt, de verpakking. We hebben nu 15.000 pakketten gehaald. Dat geld is binnengekomen. Je kan nu op dit moment weer
naar een handelaar toe stappen en tegen kostprijs kopen en hetzelfde door te doen. Maar als je gaat verdelen, dan ben je bezig de mensen, dan gaan we terug naar de tijd van voor 2020, waarbij gegeven werd. Je gaat uitgeput raken, dan moet je gaan lenen om te gaan consumeren. Dan gaat die economie die je nu bezig bent rooskleurig te maken, die je nu bezig bent te herstellen, gaat die economie weer in elkaar imploderen. Gaat weer kapot geslagen worden. Daar zijn we terug bij af. Maar moet ik zeggen, elke actie, of nou de PL met zijn biertjewinkels, of ABOP die verdeelt en de VAP die verkoopt, elke partij naar eigen inzicht, maar het komt allemaal neer op het algemeen doel, ondersteuning van de overheid in de uitvoering van het sociaal vangnet. Ik zie dat sommigen in een auto gaan. Ja, het is ook dus de mogelijkheid geweest voor de RR-leden om binnen hun resorten, de 60-plussers, degenen die zwak ter been zijn, dus degenen, de zieke mensen, om die te registreren. En dan komen ze dan met hun registratielijst hier naartoe en hun geld. Het wordt afgehandeld bij de kassa en dan krijgen ze dan hun pakketten en die worden geleverd. En dan mogen ze die afleveren aan degenen die ze hebben geregistreerd. Ik zag ook registraties. Waarom doen jullie dat? Is om eigenlijk een beetje te voorkomen dat mensen met 5 en 6 en 7 pakketten weggaan en die dat eventueel doorverkopen. We willen iedereen zoveel als mogelijk tegemoet komen. En als er één persoon komt om 5 pakketten te halen, 6 pakketten te halen, dan snap je dat we ongeveer 6 mensen, 5 mensen niet hebben kunnen helpen. En om dat te voorkomen hebben we dus de registratie hier binnen gehad. Zodat we een beetje een mechanisme kunnen hebben ingebouwd om ervoor te zorgen dat toch iedereen aan de bak is gekomen. Is dit een tijdelijk? We proberen net zo lang door te gaan totdat eigenlijk we kunnen zeggen die economie draait, die economie is hersteld en de mensen hebben een zodanig besteedbaar inkomen dat ze in hun eigen behoeften kunnen voorzien.